En we zijn hier natuurlijk voor een fantastisch evenement, zeggen wij dan. Want wij hebben hier fantastische jeugd in het Haagje. En daar hebben we een verkiezing voor, zeggen we dan met een duur woord. We zijn erop hebben gegeven voor Prins, voor Joffer, noem ze maar op, een hele uitredende ploeg. En die zitten daar allemaal voor ons klaar. En jullie gaan het vandaag maken, hè? Het wordt jullie feestje. En ik ben zeer benieuwd naar alle optredens die we vanavond gaan krijgen. Ik wil nu al, omdat ze zo zenuwachtig zijn, even een groot applaus voor die kanjers van de dag. Nee, zoals inderdaad, we zijn vandaag hierheen gekomen, om zo chic te zeggen, om de jeugdraad bekend te maken. En daarvoor wil ik even een heel groot applaus voor alle kandidaten die daar met volle spanning zitten te wachten. Maar voor we gaan beginnen, gaan we eerst de jury aan jullie voorstellen. Voor jullie rechts, voor ons links, Peter Ludok. Dan hebben we in het midden, volgens mij zo te zien, onze Eline, de derde joffer. Een groot applaus voor Joey en de rest van de jury. Misschien wel de enige en echte vrouwelijke veldwachter van Prinsenhagen wordt, van het Haagje wordt. Wie weet? Ja. We zien het wel. Ja. Maar eerst, dit jaar, Fenneke Bromtol voorop bij de jeugdraad, als ze gekozen wordt. Ja, ik zag er net iets van op het filmpje voorbij komen. Kunnen jullie het een beetje zien? Weet je wat hier staat, jongens? Of wat denken jullie dat hier staat? Fenneke Bromtol, dat is Gerels Vanuit. Britt wil wel heel erg graag bewijzen dat ze in de ministerraad kan. Hoi, ik ben Britt. Ik ben 10 jaar oud. Mijn hobby's zijn voetbal, majoretten en turnen. Ik zou graag minister willen worden, omdat ik carnaval een leuk en gezellig feest vind. Hier zit Tessa Renske. Heel goed applaus. Tessa Renske. En ik doe van het derde jaar mee aan de jeugdraadverkiezing, omdat ik het heel erg leuk vind. Peer Bromtol zegt tegen een man, ik zou je graag eens willen opbellen. Wat is je nummer? Die staat in het telefoonboek. En wat is je naam? Die staat ervoor. Prins Ramulus zegt tegen de juf, mag het raam open? Het is hier toch niet warm wel? Ja, maar thuis slaap ik ook altijd met het raam open. I'm
Ik heb een filmpje gemaakt over mijn voorbereiding voor deze auditie. Ik heb me ingeschreven omdat ik heel het jaar door het liefst carnaval wil vieren. Ja, ze gaat voor jullie een liedje spelen op het keyboard. Dus ik heb gehoord dat ze pas 5 maanden op les zit. Wat joffers zijn inhoud. Daarvoor hebben we wel een prins nodig. Wij hebben op YouTube gekeken en we hebben een liedje gevonden wat u zelf heeft gezongen. We gaan een lekker feestje bouwen. Dan ben ik echt niet meer te houden. Doe eens mee, laat je gaan. Ik wil met jou wel 14 dagen aan de maan. We gaan een lekker 3, 2, 1. Gaat dit jaar proberen voor prinses. Goedemiddag allemaal. Zoals ik net al ben voorgesteld, heet ik Angela de Jong. En ik zou graag jeugdprinses van het Aagje willen worden. Geef een heel groot applaus, hier is Max. Zoals jullie weten is het motto, gehad het of gehad het niet. En ik weet niet zeker of iedereen het hier wel heeft, dus dat ga ik bij een paar mensen testen met een aantal tongbrekers. En ik begin bij de jury. En ik heb voor jou een tongbreker. En mijn vraag is of jij 6 keer heel snel achter elkaar wil zeggen 6 geiten onder tafel. 6 geiten onder tafel, 6 geiten onder tafel, 6... 6 geiten onder tafel, 6 geiten onder tafel, 6 geiten. Nou, ik ben dus Glenn. Alleen ik zie jullie wel denken, als de dame in carnaval moet gaan vieren, dan hebben we het niet. Maar ik zal eens kijken wat ik mee heb genomen. Deze. Kijk, hij staat me wel, hè? Ja? Ja, hè? Ja. Maar deze is niet helemaal wat ik zoek. Deze is een beetje voor Halloween. En Halloween is heel anders dan carnaval. Dus deze heb ik niet. Rond! Nou, dat ziet het, met deze ziet het eruit alsof ik naar het WK ga. Hallo allemaal, ik ben Eline en ik wil heel graag prinses van het Aagje worden. Ik ging laatst naar school zoals normaal en ik had 2 opties. Of ik ging met mijn fiets, of ik ging met de cc-bus. Als mijn fiets ging, is er niks aan de hand, dan is er glas in de fiets. Als ik met de cc-bus ging, waren 2 mogelijkheden. Of ik ging staan, of ik ging zitten. Als ik ging staan, was er niks aan de hand, dan is er bus, stopte en ik weer viel. Maar als ik ging zitten, waren 2 mogelijkheden. Of ik mag naast zitten, of ik mag niemand naast zitten. Als ik niemand naast zitten, dan waarschijnlijk niet zo vielen. Maar als ik wel mag naast zitten, 2 mogelijkheden. Of als een jongen, of als een meisje. Als een meisje, was er niks aan de hand. Als een jongen, was er 2 mogelijkheden. Of we fiets, of we niet fiets. Als ik niet fiets, is er niks aan de hand. Als we wel verliefd zijn, 2 mogelijkheden. Of we gaan trouwen, of we gaan niet. Als hij later wel in het leven gaat, had ik beter mijn fiets kunnen nemen. Heb je niet al de laatste act van vanavond? Een applausje. Zou het nu een meisje zijn? Meisje zijn. Verandering mag het best wel zijn. Best wel zijn. Jaren hebben wij gewacht. Wij gewacht. De meisjes grijpen nu de macht. Nu de macht. Show me de prinses. Ja. La 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 la. Oh, show me de prinses. Ja. La 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 la. Show me de prinses. Fantastisch! Oh, ik zie hem helemaal mooi! Al die acts hebben zich beloond! Fantastisch, ja! Hoe ga ik? Tweede podium, jawel!
Ziet het jullie niet fantastisch uit? Wat een plaatje, sorry door mijn namen. Wat een plaatje zeg. Voordat wij natuurlijk alles gaan opvullen in jouw naam en zo, dat gaan wij allemaal niet verraden. Maar het is zo, er moet natuurlijk een officiële plicht blijven, want je wordt officieel geïnstalleerd bij de jeugdraad van het dag. En dat kan maar één man doen op dit moment, hè. Dat is onze eigen voorzitter van de Stichting Show. En nou natuurlijk het belangrijkste, nee dat is trouwens niet waar, het belangrijkste, want het is natuurlijk één grote club. En hoogheid, ik ga me even tot u wenden, want allereerst is het natuurlijk altijd heel belangrijk om te vragen van mij aan u. Hoe mogen wij u met carnaval noemen? Ja, die hebben Prins Milianos de Eerste. Prins Milianos de Eerste. Maar goed, een prins in het Aegean is geen prins als hij niet kan zwaaien. En zwaaien kan hij alleen maar met de scepter. Dus bij deze ga ik u eerst uw benoemingsbesluit geven. En daarna natuurlijk het allerbelangrijkste, want dan is het zo, dan bent u echt geïnstalleerd. En dan mag u met heel de jeugdraad en de jeugdleut, mag u straks iedereen hier voorgaan. Hoogheid, de scepter van de jeugdprins van het Aegean. Officieel moment, hij is voor u. Ga voorop in de leut en maak met alle kinderen in het Aegean er weer een geweldig feest van. Alsjeblieft.